De demonstratie, die gaat richting voorhoofd. Yes. En die gaat naar de buik. Alright. Ga gewoon lekker door. Dus dit is de oefening. Iets komt op je af. Naar de zijkant. Iets komt op je af. Naar de zijkant. Dus met z'n tweeën. Enzovoort. En zo eens kijken. De een. De ander. Zijn er altijd geen algemeen. Maar even hier. Maar niet. Ik vind hem al voor. En dan gaan we terug naar midden. En dan maar terug. Dankjewel. Ja, jij deed het een stuk relaxter, maar dat komt denk ik ook omdat jij, ja, ik ben niet een heel relaxed, rustig persoon bent. Dus ook op een hele rustige manier aftasten. Okay. Waar ik misschien iets eerder de neiging had inderdaad om te kijken, oké, waar zitten de openingen. Frappant was dat ik het probeerde eerder op je buik te richten dan op je hoofd. Oh, ja, inderdaad. Klopt. Ja. En jij meer op mijn hoofd dan op mijn buik. Ja, of zo. Oké, ja. Goeie waarneming. Dus dan is de kans op een knock-out ook wel groot. Maar het was wel heel leuk om te doen. Ja. Ik pak hem even over bij mijn beleving. Want je hebt inderdaad een groot lichaam, dus dat kan heel erg imponeren. En er zijn allemaal beelden die ontstaan. Maar het moment dat we begonnen was het meteen spelen. Het was heel voelbaar, je ging een spel met mij aan. Het werd niet grimmig of naar. Dus dat is een hele belangrijke, dat is gewoon gevoelsmatig. Ja. Dat is één. Twee, ja, in het spelen ben je enthousiast. Ja. En dan kom je in mijn gebied. Ja. En dan ga ik naar achteren. En ik heb inderdaad twee keer laten zien van kijk uit, niet enthousiast, kijk uit. En je registreerde dat heel snel ook, maar soms steeds. Oh, kijk uit. Dat zei tegen jezelf dan. Ja. Maar dat werd een patroon. Ja. En het interessante is dan, hoe doorbreek je het patroon? En maak een buiging. Blijf even staan. Oké, en maak een buiging. Ja, even de buik in. Dankjewel. Volgende keer. Is het belegging? Is de buik in. De harde opzoeken. Right. Ja, wie wil niet flauw zijn, maar volgens mij is het dus makkelijk. Ja, dat vind ik ook. Ik bijt het hoofd. Ik sta in een hoek. Wat vind jij? Check. Ik zo.
Maar hier die ding wordt vol. Ja, dat is maar, ja, maar voor nu is het hoofd natuurlijk veel. Ja, is nog wat. Is nog wat. Draaien. Ik heb het niet.